Maar voetbal blijft passie en emotie. En als dan een speler een opmerking maakt, zeg... Ja, als je had gezegd lul of klootzak. Of, maar hij zei gewoon, waar ben je nou mee bezig? Nee, ja, zei hij niet. Ook klootzak, dan denk ik. Dan is dat eruit. Ja, dat moet kunnen. Nee, maar dat is een soort... Klootzakje, zoals dat is een soort therapie, weet je wel. Van als je dat toestaat, dat ze dat zeggen... Dan is die jongen dat kwijt. En dan kan hij weer verder met de wedstrijd. Ja. Ik vind, als scheidsrechter kun je niet voor dit soort kleine dingetjes een gele kaart trekken. Maar als ik jou een paar keer per uitzending zeiksnor noem, dan is het voor mij therapie. Om het even gewoon, ja, uit het systeem te krijgen. Precies, ja? Want dan, idioot, dan ga je lekker dingen door, ja? met presenteren. Plofkop en zo, dat kan allemaal. Ja, alles kan, ja. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ik moet zeggen, het lucht wel op meteen. Ja, ja. Nee, prima jongen. Lekker. Als Fred Rutte niet het optimale rendement eruit haalt, ja, dan heeft hij min of meer gefaald. Zeiksnor? Heel goed. We gaan door met de vragen voor Johan Derksen. Is lekker dit. Oh, nee. Je mag het omgekeerd ook doen als het jou oplucht. Ik weet het niet. En ik vind die man het slechtste voorbeeld waar je kunt bedenken als boegbeeld van een leuke provincieclub. Ja, maar daarom moet die man het juist extra goed. Uit Den Haag die daar in de provincie de wijsneus komt uithangen. Moet je niet hebben, die jongens. Nee. Je kan ze? Je ziet dat. Ja, ja, is lekker, hè? Het lucht echt op. Ja, dat is fijn. Dat vind ik ook inderdaad. Jellhoofd. Ik dank je weer hartelijk. Ouwe hoer! Die wil ik toch nog even. Ja, gewoon aan het einde nog even gewoon lekker eruit gooien. Ja. Wil jij nog één of meer? Nee. Ik doe niet mee aan het ordinaire spelletje. Nee? Oké. Okay. Nee. Tot zover deze aflevering. Kut! Doordek. Volgende week zijn we weer met de allerlaatste uitzending. En dan gaan we even rust nemen. Het is wel nodig, heb ik de indruk.